Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmas dag 31, de laatste Vlogmas. Jee, mijn schatje is ontbijt aan het maken. Het is 12:30. Ik ben net wakker. En ik kwam onder bij dit. Ze hebben vers gemaakte thee en alles. Ah. Omdat die lekker is, hè? Ik mag mijn twee bolletjes dubbel en dikke kussens halen. Doe dat dan, hè? Ja, oké. Oké. OMG. Looks the bomb, hè. De bomb. De bomb, hè. Echt de bomb. Ziet er echt goed uit. Amai. Thank you. Graag gedaan. Ik heb mij even al klaargemaakt. Dit is mijn make-up voor strak. Niet echt heel veel speciaals gedaan. Als ik anders doe. Het enige wat ik verder heb gedaan is mijn highlight. As you can see. Highlight poppin. Ik zit nu nog in deze outfit, mijn nieuw truitje van hen, een zo, ja, legging, pyjama-achtige broek van undies, denk ik. Want we gaan nog naar Sam zijn ouders nu, daarna gaan we nog naar mijn ouders, want die willen ons allebei zien. We kunnen ons niet missen, hè. Hallo, we gaan iets zeggen. Wat snel. Hallo, we gaan iets zeggen. Ja, jij zei we gaan iets zeggen. Hè? Ja, ik zei film is, want ik wil iets zeggen. Hè? Ah, ja, zeg het maar. Ja, ik wou zeggen dat we net bij Sam zijn ouders zijn geweest. De laatste keer dit jaar. Oh my god, en morgen gaan we al terug. Ja. En dat we nu onderweg zijn naar mijn ouders. Uh-huh. Ja. En het is al 4:30. En? Het regent! Ja. Dat is tof, zeg. België is toch awesome, hè? Ja, echt waar. Oh. Sorry. Chauffeur Talisa. Ja. De beste chauffeur in the world. Goed. Vind je mij de beste chauffeur van 2017? Ja. Ja, echt? Ja. Wat is uw mooiste herinnering aan 2017? Oei. De mooiste herinnering van het hele jaar. Ja. Oei, dat vind ik wel een moeilijk. Ja? Ja. Oké, ik zal beginnen dan. Ja, begin. Mijn mooiste herinnering, wat mij het meest is bijgebleven, is dat Pukkelpop. Toen ik u zag staan, dat was zo heel raar. Dat vind ik nog altijd. Omdat ik en Celine daar net over bezig waren. Zeg maar, Pukkelpop is meestal wel zo een van de beste punten van het jaar voor mij. Omdat dat gewoon altijd super tof is met de kameraden. We blijven daar slapen en dat is altijd goed. En dan die eerste avond hebben we echt heel lang samen. Gaat, en super veel gebabbeld en de herinnering opgehaald. En dat was echt wel fijn. En Dubai vond ik ook chic. Ja, ik ben in Dubai geweest. Dat was super chic. Het recht, dat was heel fijn. Zalig, dat wil ik ook wel. Ja, dat was goede herinneringen gemaakt. Wel. Ja, ik heb zoveel leuke vakanties gedaan eigenlijk. Maar de eerste keer in Marbella, dat was echt geweldig. Dat was super mooi. Ibiza opnieuw, ook echt. Ja, Ibiza is een van mijn favoriete stemmingen. In Lissabon ben ik geweest. Echt? Met Celine voor Parfum. Dat was ook heel fijn. Wat ook heel fijn was, wat mij echt wel altijd gaat bijblijven, is de glamping.
wel een... Ja, nee. Ik wil zeggen een goed jaar, maar langs de ene kant ook wel een 3 van mij. Dus... Ja, een afwisselend jaar. Ja, ja. Het is dus heel goed geëindigd wel. Dus dat is wel heel fijn. En het huis dat verkocht is, wat jij die in mijn leven bent. De webshop die zo goed draait. Ja, al die dingen. Heel goed. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Ja, ik ben wel trots op wat je allemaal gedaan hebt. Gratitude! Kent je dat? Van nee. Ingeborg? Nee. Ja. Ah ja, ja, van Ingeborg. Gratitude all around. Ik niet zo. Nee. Ik heb geen shit meegemaakt. Ja, ik heb wel een fijn jaar gehad. Ja. Ja, ik heb wel een goed jaar gehad. Ja, ja, fijn. Als kerst op de taart kwam ik terug. Ah ja, dat ook. Laat ons weten wat dat jullie hoogtepunt van 2017 was in de comments. Girl, you smell. Zet dat zo stiller, hè? Schmok. Schmokkie. Moet dat? Allee, hop. Oké. Dat is mijn outfit van het nieuwjaar, hè. Those were the best days of my life. Niks too special of too fancy. Wat? Topje is van... Wat? Niks too special, ik verstond. Ik heb er zoiets anders op. Nee, ik verstond niks van Nick van Celine. Ah, dat is van Nick. Dat is niks een blusje. Ja, ja, ik zoek dat. Niks too special. Ik dacht dat daar was of dat blusje of zo. Ja, dat blusje noemt op onze webshop. Too special, dus... special van Nick. Nee, dat is wel van onze webshop. Dat is een body eigenlijk, hè. Waarom moet je altijd verder en verder naar achter? Oh ja, ik weet niet als je mij ziet. Zwarte broek van de H&M. Witte sokken. Ja, die sokken moet ik nog tegen wegsteken. En mijn ik zie sokken. Ja, die moet ik nog wegsteken. En mijn schoenen zijn van Totally Too. En kijk wat er op mijn sokken staat. Dat is geen Christmas. Ja, het zal lang bij. Ja, en dan. Het nieuwjaar is niet zo tof, dus ik zeg Merry Christmas. Oké. En Anaïs, van waar komt uw mooie outfit, zeg? Hè? H&M. Dat is neon! Dat is ook van Totally Too, en dat is mijn kleedje. En she picked it, hè. Kleine N? Sokken nog aan? Nee. Hoe nee? Slippers. Mooi dat kleedje. Die krijg je niet aan, dat is een 38. She is starstruck, hè. Dat is dat vuurwerk. Dat blusje noemt wel starstruck. Dat kleedje. Denk ik. Ja, ik wist dat. Oh, dat is er niet meer, hè, trouwens. Trouwens, hè, meer. Voor iedereen die dat blusje, die dat kleedje nu heel graag zou willen, dat is er niet meer. Dit is er wel nog. En als deze vlog online komt, de eerste, is het trouwens 20% korting op totally2.com. Dus koop dit blusje met 20% korting! En dit ook. Moest het iemand interesseren? Allee. Ja, Sam, ik wou je outfit ook net laten echt? Zien. Ja. Allee, showen. Wauw. Wat is dat? Wauw. Dus? Sam, dus? Zwarte polo. Ja, zwarte van? Marco. Van? Marco. Van? Marco. Zara of waarschijnlijk. Nee. Oh! River Island. River Island, oké. Okay. Ja. Broek. Kijk eens. En schoenen. Ja, en schoenen heb ik ook aan. Ja. En een fake tattoo sleeve ja. Van de H&M. Van de Action. Ja. Van de Action. Mensen vroegen als dat echt was of niet echt. It's real, hè. It's real, hè. It's very, very real. Yes. Mooi, mooi. Ja, ja. Oké. Okay. Doei, ja. Doei. Mijn drop is geweest. Het is voorbij. Moment.
Oh, en de Tiroler, meetgun is ook daar. Oh, mama, sexy. Even verklaren, mama en papa doen met allemaal vrienden, inclusief Sam zijn ouders, want dat zijn vrienden. Een Tiroler avond in de chalet van papa, van achter in de tuin. Dus die zijn allemaal een Tiroler tenue, hè. Voor dat we hier konden blijven. Ja, ook wel. Cool, ook wel Tiroler. Met lederhozen. Lederhozen. Oh, jouw mama, sexy. Sheldon is aan het krabben. Is grabbing. Scrabbing. Sheldon is grabbing on the pole. Hey, Milky. Milky. Gelukkig nieuwjaar, baby. Gelukkig nieuwjaar, allemaal. Het is... Hoe laat is het? 4:15. Kan dat? Ja, het is 4:15. Kwart over vier? Voor vier, ja. Oh, de klok nee, daar? Nee, jawel. Ja, daar zie ik 4:15. Kwart voor vier. Ah, oké. Okay. Het was heel fijn. Mm-hmm. Heel fijn nieuwjaar. Mm-hmm. Het was heel fijn om het met u te vieren. Ja. Ook met u, hè? Ja, toch? Ja, natuurlijk. Nee, het was echt heel gezellig, heel fijn, hele fijne avond. Lekker eten. Ja. Ja, Arnold en Melissa hadden echt hun best gedaan. Sheldon is trouwens echt geobsedeerd met dat catnip-zaakje, hè? Die is echt geobsedeerd met dat catnip-zaakje. Die is echt grappig. Die zever, ja, en die zevert dan gewoon helemaal nat. Dat is echt heel grappig. Dat zakje gisteren, toen ik dat vastpakte, dat was gewoon kleinernat. Van zijn neus of van
zijn speeksel, ik weet het niet. Ja. Ja. Een dubbelken. Daar ga ik aan werken in 2018. Aan mijn dubbelken. Ik ga je laten wegzuigen. Maar iemand heeft dus tegen mij gezegd dat ik dat niet kan wegzuigen. Ja, niet zelfs. Spellen. Ja, maar was dat niet Jani? Nee. Jani was daar toen. Ja. Ja, en die zei dat is vuil. Ik ook, hè. Ik had ook vuil. Ja, we hadden allebei een vuil. Een vuil, Kim. Oh, oké, we zijn aan het zeveren. Ik voel de drank wel best. Als ik eerlijk ben. Ja, jij niet, hoor. Ik niet, nee. Je bent nuchter en je hebt gereden. Ik voel het wel. We gaan slapen. Dus, hè. Hopelijk vonden jullie deze vlogmas leuk, want dit is de laatste vlogmas. Yep. Spijtig, hè? Heel spijtig. It's over. Over and out, hè. Nu gaan we niet meer vloggen. Voor te lang niet meer. Dus hopelijk vonden jullie deze laatste vlogmas leuk, dus zeker thumbs up. Probeer ook weer deze video naar 100 thumbs up. Oh amai. Thumbs up te krijgen. Zo. Hoe deden we dat zo? 100 thumbs up. En we vonden ja, het heel leuk met jullie dit allemaal delen. En jullie waren super lief voor ons. En ja, dat is het hè. See you soon. See you soon hè. Slaap wel. Slaap wel. En tot de volgende. Keer maar weer. Oh, wat is dat weer? Tot de volgende keer maar weer. Ik weet niet. Ik kan alleen morgen ben ik er weer met weer en weer. Dat is Frank, hè? Ja, maar we hebben geen weer in deze vlog. Oh, ja. Morgen wordt het. Oké, okay, dus slaap wel iedereen. Slaap wel. Doei.